Oh, jeetje! Voelt me nog niet helemaal lekker in dit lichaam. Oeh, jeetje! Oh. Ik heb ze pistolen! Oh, jeetje! Bed. Oh, jeetje! Ik heb het door, ik kan zo lopen in dit lichaam. Best stoer. Een berg! Wauw! Ze dacht dat je Piet Slot te slim af zou zijn, mannetje. Nou, dan heb ik nog nieuws voor jou. Tel op tot 3. 1, 2, 3. We moeten veilig uit de pal eraf. Hé, mannetje. Nou heeft je laatste deur geslagen. 1. Een vliegtuig! Vieze De hemel? Ik dacht dat ik in de hel zou komen. Ja, dat komt straks wel. Hier heb je alvast je kleding voor straks. Oh. Maar bieg nou eens op, jongen. Hoe is het allemaal begonnen? Gekomen en... Nou, ik had 2 mannetjes ingehuurd om... Die gingen... Ik had 2 mannetjes het bos in. Om die 2 mannetjes te vermoorden. Van mij 2 mannetjes, die gingen die 2 andere mensen vermoorden. Alleen toen er 1 Piet Snot en die godverdomme kuteikel. Ik bedoel, pardon, heren. Dat mag je niet zeggen in de hemel. Die heeft een hele vervelende, rottige man. Maar dan komt hij straks ook nog. Die heeft al mijn plannen verpest en daarom ben ik nog hier. Terwijl ik helemaal niks te zoeken heb. Ja! Die rot Piet Snot, die komt, die zou ook in kwestie. En ik zou hem niet vragen wat er is gebeurd. Want hij is echt een rotgast. Security! Niets kan me nu meer deren. Alles kan ik nu aan. Elke vijand die ik tegenkom, die zal ik Oh, het goeie, hè? Komt wel melk in de koeien. I die. 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 Toen ik daar zo lag, bebloed en wel op de bosgrond, dacht ik dat ik er geweest was. Dit was het einde. Maar er gebeurde iets raars. Mijn honden genazen met razende snelheid. In 1 nacht vielen alle bladeren van de bomen. Nu snap ik dat ik alleen maar werd voorbereid op mijn volgende gevecht. Een nieuwe ronde van het spel begon.